De scholen blijven vooralsnog gesloten. Dit zegt de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier. Op social media circuleert er een bericht dat de scholen op maandag 11 mei weer opengaan. In een interview met onze nieuwsdienst wijst de minister erop dat zolang de criteria van volksgezondheid gelden, de scholen niet opengaan. Ferrier vraagt de gemeenschap om slechts af te gaan op officiële berichten van het ministerie van Onderwijs. Alle scholen werden met ingang van 16 maart gesloten wegens het COVID-19-virus. Omdat er geen zicht is op de herstart van het onderwijsproces, heeft de minister afstandsonderwijs geïntroduceerd. De bewindsvrouw zegt dat ze de komende maandag mededelingen zal doen over de herstart van de scholen. Het ministerie is samen met het managementteam bezig de herstart van de scholen voor te bereiden.